Dames en heren, we staan vandaag op de markt in Oostburg met de stelling van de week die luidt: de Westerschelde-tunnel wordt over 3 jaar tolvrij. Dat duurt mij te lang. Benieuwd naar de reacties. Ja, dat is veel te laat natuurlijk. Die had al veel en veel eerder tolvrij moeten zijn. Er zijn tal van plekken in Nederland waar ook heel dure infrastructuurprojecten worden gerealiseerd, zoals tunnels, grote viaducten, bruggen, weet ik veel wat. En daar hoef je nooit tol voor te betalen. En voor die Westerschelde-tunnel hebben we niet anders dan tol betaald. Je kunt ook Zeeuws-Vlaanderen niet eens bereiken zonder tol te betalen. Want ga je over België, dan moet je ook nog door de Liefkeshoek extra kilometers. Nou, het is gewoon niet eerlijk, vind ik. Ja, dat mag voor mij vandaag al gebeuren. Dan denk ik van ja, we zitten hier in Zeeuws-Vlaanderen in een afgesloten stukje Nederland. We moeten betalen om het land in te komen. En vervolgens de landgenoten die naar Zeeuws-Vlaanderen willen komen, die moeten betalen om het land Zeeuws-Vlaanderen in te komen. En dat is, vind ik eigenlijk niet eerlijk. Ja, nou dat vind ik ook. Wij gaan er wel regelmatig doorheen. En ik vind het ergens idioot dat wij moeten betalen. En we gaan door tunnels, overal. En behalve hier is het pet. Ja, dat duurt zeker te lang. Dat had al lang gekunnen. Tolvrij. Want hier in Zeeland komen wij niet weg om naar Middelburg te gaan. Het is of de tunnel of een dure bootrit met de fiets. Dus ik vind het eigenlijk schandalig. Ze beloven iets, maar ze komen niks na. Wij hebben in Brabant op de camping gestaan van april tot oktober. Dus met een caravan erachter en die één keer wegbrengen ben je al kapitalen kwijt. En dan ieder weekend ga je daar naartoe. Dus ik ben al heel veel geld kwijt aan de tunnel. Dus als je een keer een dagje naar de stad wil in Middelburg. We zijn met z'n vieren met de fiets gegaan, kost €56. Ga je met de tunnel, met de auto, kost een hoop benzine en dan nog tolgeld. Ik vind het schandalig. Ja, dat ben ik mee eens. Dat dit te lang duurt dus. Het mag van mij volgende maand, want dat kost ons heel veel geld als ondernemers en ook voor het gewone publiek. Dat zou wel fijn zijn als die eerder gewoon tolvrij wordt. En ik rij 4 keer per week heen en weer. Ik heb een abonnement, maar ik weet niet precies. Ik denk dat ik gewoon 8 tot 9 euro per dag kwijt ben. Dus, ja. Nou ja, aan de ene kant snap ik het wel, want ze halen er wel even geld mee op. Maar ja, de prijzen worden nu toch heel hoog. En ja, als je dan elke dag door die tunnel moet rijden, is best wel veel geld. Dus hij moet eerder tolvrij worden? Nou ja, dat zou wel makkelijker zijn. Of gewoon dat het maar 2,50 wordt of goedkoper. Mij ook. Dat had al lang tolvrij moeten zijn. Zeker voor de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen. In Texel kunnen de mensen ook gratis overvaren. Als altijd zo geweest, waarom hier niet? Wij zijn toch Nederlanders? Ja. Ja, meer valt er niet van te zeggen, vind ik. Nou, mij ook. Echt veel te lang. Schandalig. Er is hier nauwelijks openbaar vervoer. Er zijn hier zelfs geen treinen. De bussen heb je alleen maar op oproep of iets dergelijks. En dat je dan in Nederland om aan de andere kant, aan de overkant zoals we het hier zeggen, te willen komen, dat je daarvoor moet betalen. Schandalig.